Dames en heren, sorry hier en veel kijkplezier bij Wie is de Mol 2024. Dit is een podcast van Tim uitroepteken. Jongens, op mijn teken doen we met z'n allen de Macarena, oké? Oh, gaan we dit nou echt doen? Ja, we gaan het echt doen. Ik weet niet eens hoe je gaat, ik ben zo in de war de hele aflevering. 3, 2, 1. Die lag ook. Hey, nog een keer. Nog een keer. Nee, één keertje. Hey. Mooi, mooi, mooi. Nou goed, voor de mensen die alleen luisteren en niet het beeld bekijken, we hebben Edit even de Macarena gedaan. Wat een zinvol begin. Arjan, wat een zinvol begin. Heerlijk zinvol. Wat een woord. Nee, wij waren gisteren bij Moltalk en wij, dat zijn Kim en Arjan en ikke, Tim. Ja. Wij waren gisteren bij Moltalk en ik zeg maar, laten we maar snel beginnen met de podcast. Vinden jullie niet? Hey alle, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering waarin ik de afleveringen samen bespreek met een aantal mensen. En in deze podcast aflevering zijn we gewoon weer met z'n allen. En wie zijn nou die mensen? Wie zijn nou die vage mensen die hier altijd in die podcast zitten? Allereerst heb je Kim. Kim Cogé. Weet je, wie kent haar nou niet? Geen idee. En je hebt natuurlijk ook nog Giovanni. Weet je, Giovanni. Precies, ja. Precies. Die is altijd een beetje stillig. Dat is eigenlijk gewoon de nieuwe Dinant. En we hebben het natuurlijk over Dinant. We hebben het over Dinant. En Dinant, die zit hier zo ergens onderin. Ergens daar. Nee. Ik sta naast je. Oh, nee. Precies. En we hebben Arjan van Molle Jagers. Hallo. In één keer goed. Nu nou, goed hè. Goed. En ik ben Tim. Ja. Ja. Hey. Ja. Nee. Hey, het was een. Wat vonden jullie van de aflevering? Om zelf even het spits af te bijten. Ik vond de aflevering. Ik weet niet, een beetje saaier. Ja. Maar ja, beter ondanks. Je had dan slecht verzocht. Dat. Daarom vond ik hem een beetje saai. Ja. Ja. Maar dat is mijn mening. Ik vond ook wel. Ze hadden wel wat anders dan een kaart thuis mogen doen. Maar in principe de opdracht was helemaal. En ook leuk om te zien hoe ze het dan in Nederland doen. Ja, dat is wel zo. Maar ik zag net Arjan al helemaal wegkijken. Ik ben het hier totaal niet mee eens. Nou, vertel Arjan. Ik vind het beter gekopieerd. Het is wel echt een leuke aflevering geweest. Ik vind de kandidaten nu echt zijn veranderd naar elkaar toe. Veel meer mollerig, veel meer elkaar aanvallen. Het spel gewoon spelen op dit moment. Ja, en dat vind ik wel leuk. En dat maakt de aflevering echt gigantisch. En dan denk ik ook dat ik nou op een andere manier natuurlijk deze aflevering heb gezien. Dus nog op een intensere manier heb meegemaakt. Ja, is voor mij deze aflevering echt wel top geweest. En ook zeker met terugkijken. Heel veel lachmomenten erin. Heel veel leuke momenten erin. Ja, ik heb zitten genieten. Fijn. Gio, wat vond jij van de aflevering? Ja, ik vond het wel leuk. Tot het rode scherm toen vond ik het minder. Maar. Medeleven. We hebben het je verteld, hè? Nou, ik zag het ook wel aankomen, want ze was zoveel aan het biechten. Dus ik dacht, die krijgt een rood scherm. Maar ja. Maar Anna ook, hè? Klopt. Ja, dat vind ik ook. Rian die moest gewoon even haar biechttijd inhalen van de afgelopen afleveringen. Ze moest toch weer even in beeld gezet worden door de makers. Want Rian was nergens te bekennen de afgelopen afleveringen. En uiteindelijk weer met die 2000 euro wat ze in de pot speelden, dacht ik van, dit doet de mol niet. Die zou dan ofwel zorgen dat hij te laat binnenkomt of toch nog zou proberen om een laag erbovenop te krijgen. Maar... ja, zij stopte. Dus, ja, en over dat moment van die 2000 euro gaan we het zo meteen nog hebben. Ja. Ja. Want dus, ja. Nee, maar ik heb...
Rosario was daar best wel, die baalde een beetje namelijk. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hey Kim, wat vond jij van de aflevering? Ja, voor mijn gevoel kwam het dus heel erg bekend al voor, maar dat klopt dus, omdat het zijn gewoon opdrachten zijn die heel erg lijken op vorige seizoenen of België. Dus dat vond ik wel een beetje jammer, maar voor de rest vond ik het wel heel vet. En nou ja, zoals we zagen bij Mottak, was ik hartstikke blij dat er iemand naar huis ging en dus niet een Rosario of een Anna. Ja, eens. Helemaal eens. Was het geweest dat Anna was afgevallen? Nee, Oh, nee, dan had ik echt joh. gehuild. Er was al een shock in de Moltalk-studio toen Rian af ging vallen. Maar... Ja, Sahil die schrok er ook gewoon van of zo. Hij zat: nee, het is Rian. Hij En wij zei... zaten echt met ons groepje erachter. Wij waren blij. En ik heb nog even Montauk teruggekeken, want ik dacht: oh, dan sta ik straks vet hard op televisie. Waar ik gewoon super blij ben dat Rian naar huis gaat. Maar ze hebben het gelukkig alleen op de schermen aangezet. Dus je ziet dat hij schrikt, Sahil. Maar je ziet ons Oh, op de achtergrond niet zo heel erg. Ik dacht: ze gelukkig. doen dat volledig in de aflevering. Ik dacht: oh mijn god, nee. Maar gelukkig, wij zijn niet zo erg exposed. Ja, wij werden, ik in ieder geval, en jullie ook volgens mij, helemaal volgespamd door duizenden mensen. Hele Ja, families nou die vol. zeggen: we hebben je gezien, waarom ben je op Ja. tv? En niet alleen familie, ook mensen die je eigenlijk nooit spreekt, die gaan dan vervolgens je ouders bellen en appen. Is hij op Ja. tv? Wat doet hij op tv? Het was in ieder Mijn geval ouders heel hectisch. zitten in Portugal en mijn nichtje zag mij op televisie. Die appte naar mijn ouders en mijn ouders die bellen uit Portugal. Hé, waarom zit je in mijn moltank? Naar de rand. Dat was wel grappig zoiets. Hoe zo snel Ja. zoiets gaat. En hoe snel het in één keer bij je terugkomt. Ook op Facebook. Mensen die zagen het. Hé, oh ja, op televisie. Ja, maar ook heel bizar. We kregen ook gewoon perfecte plekken. Echt Ja, gewoon maar perfect. dat kwam denk ik ook omdat we met een groep van zes waren. Want we hadden allemaal iemand extra mee. En dan word je gewoon in een hoekje gezet waarin je gewoon een beetje met z'n allen zit. En niet in die grote crowd met mensen. Daar doen ze vaak mensen van vier, zeg maar, daar waar Dylan zat. Dat zijn wat voor wat kleinere groepjes met mensen. En omdat wij best wel groot waren, dat zei hij ook toen. Denk ik dat we echt gewoon daarom daar zaten. Maar we hebben echt geluk mee gehad. Zeker, Maar ik denk zeker, ook zeker. wel, even de vader van Kim even credit geven en Kim zelf, dat naar voren gaan. Hoe snel gingen wij die trap op? We gingen naar de deur toe. Kom op, Ja, we jongens. kwamen denk ik als laatste aan daar, maar we stonden als eerste binnen. Dat was wel heel erg, Oh. maar dat was gewoon Dat heel was tactisch echt heel gedaan. mooi. Vanuit dit café, zo het Vondelpark in. Ja, maar weet je, aan de andere kant, we konden er gewoon langs. Niemand zeurde dat wij er al langs gingen. Dus op zich. Op Ja, we waren zich. special guest. Leek het Ja. wel. Zo liepen we naar Nou, voren. ik vond het wel bizar dat Avrotros ons überhaupt met z'n drieën vooraan het rijtje liet zitten. Ja, vond ik ook verdacht. Ja, vond ik Want ook wat. ik had wel een beetje het gevoel dat er een beetje achter de schermen toch wel een beetje naar ons werd gekeken van goh. Jullie zijn wel molloten, om het maar zo te zeggen. Ja, Naomi zei het nog tegen mij bij de fotomaker. Ze zegt: je was wel echt vol in beeld, hè? Ja. Zeg, dat was Maar echt alleen wel maar mooi. leuk. Ja, Alleen maar echt leuk, waar. alleen maar leuk. Hey, ik denk dat we maar snel eventjes naar de afleveringstitel gaan. Want ja, die was ik alweer bijna vergeten. Maar ja, Arjan, wat was de afleveringstitel? Zinvol. Zinvol. Het was een zinvolle avond. Nou, nee, dat zullen we maar geen hint noemen, hè. Nee, ja, wat was zinvol? Nee, het woordje zinnig gebruiken. Dat was door mijn loten gevonden en dat vond ik zelf wel tot nu toe de een van de beste. En ik denk zinvol, ja. Kan je nog dingen naar Anna wijzen, Tim? Ik weet het niet, ik ben niet zo erg met hints bezig nog. Ik was zo moe. Nee, Anna niet echt, al vond ik jouw theorie wel zinvol, wat je net zegt. Maar ik heb veel meer over Rosario deze aflevering dan überhaupt elke andere kandidaat. Volgens mij bestond mijn video ook 80% uit Rosario. Ja, Dus klopt. op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, misschien wordt de thumbnail dan ook Rosario. Voor iemand in een ander tunnel. Ik kreeg ook ineens appjes van. Ik kreeg ook ineens appjes van. Jij zit nu dus in de Rosario-tunnel. Toen dacht ik, nee, want ik zit gewoon in de Anna-tunnel. Wat heb Wat jij is nou dat? weer rechts van je? Wat is dat duimpje? Kopje wat? Wat is dat?
Wat is dat? Nou ja, goed. De rest iets heeft mij zinvol nog meer. Misschien... Ik heb niks meegekregen over Anna. Zij hadden de meeste woorden, Anna en Kees. Met die laatste opdracht. Om een zinvol te maken. Zinvol. Ja, vind ik leuk. Trouwens, misschien nog wel iets leuks. Dan gaan we even een voice memo laten horen. Dat is dit stukje wat nu in de groepsapp komt. Dat is misschien wel zinvol. Misschien dat Anna dit expres heeft gedaan tijdens de Mol Talk. After party. Luister maar goed. Ja, je mag met ons iedereen. Ja! Met ons ja! Oké, ik ga één keer vragen. Wie jullie denken dat de mol is, moet jullie allemaal tegelijk gillen, ja? Wie is de mol? Anna! Oké, kom maar. Maar Anna kent ons ook. Ja, tuurlijk. Anna kent ons ook. Ja, tuurlijk. Kijk, Anna. Ja. Heb je dat een soort van Anna? Dat was hem. Dat laatste. Anna kent ons ook. Nee, maar daar bedoelde ik mee van goh, dat Anna zegt dat we met z'n allen moesten zeggen wie dan de mol was. Als Anna zo zei, wie is de mol? Anna! Erg zinvol. Goed, leuk even tussendoor, zo'n mol-talk recordje. Ik denk dat we maar gewoon naar de eerste opdracht moeten gaan, want zoveel zinvols komt er niet meer uit ons mondje. Wat een woordspeling, zegt Tim. En Kim weet nog wel wat de eerste opdracht was, denk ik. Ik ben benieuwd. Ja, oké. Okay. Het was de lasergame opdracht. Waar yeah! Dus ze moesten vertellen wie ze het meest en minst vertrouwde aan Rick. Ja, ja. Hebben we daar iets opvallends? Zeker. Nou, ja. Zeker. Wie gaat er als eerst? Zal ik eerst gaan? Ga jij maar eerst, Kim. Nou, wat ik vond is... Je kan Rian, haar verdachte, die zou dan zeg maar niet de mol zijn. Omdat wie je verdenkt is grote kans ook je mol. Of wie je niet vertrouwt is grote kans ook je mol. Dus Kees en Fons. In mijn oog dan dus niet de mol. Want ze heeft gezegd, ik heb twee mensen gestemd. Rosario is door de groep het minst verdacht. En die kandidaten die zien toch altijd echt meer dan wat wij zien. Dus je moet altijd gewoon toch naar de kandidaten luisteren. Hoe moeilijk dat af en toe ook is. Dus je houdt maar één persoon over die een beetje in het midden van dit rijtje zit. Van enorm niet verdacht en enorm verdacht door een kandidaat. En hou je alleen nog maar Anna over. Dus daarom wordt zij voor mij weer juist verdachter. Nice, nice. Mooie onderbouwing, mooie onderbouwing. Hey Gio, ook Anna? Ja, natuurlijk. Wat we dan wel vaker zien is zeg maar van dat de mol... nu meestal op de winnaar zit. Of op een finalist zit. En dat was met Anna en Fons zo. Die vonden elkaar, vertrouwden elkaar allebei het minst. Ook in de test zaten ze op elkaar. Waardoor Anna voor mij ook verdacht is. Aangezien Rian inderdaad op Fons heeft gezeten. En als we het eerder moeten geloven, is Jeroen er ook uitgegaan op Fons. Ja. Dus dan blijft Anna inderdaad over voor mij. Ja. Ja. Wat jullie allebei zeggen. En Babse is eruit gegaan. Op Rosario. En Rian nu op Kees dus. En ze kent daar tegenover dat Rosario 2000 euro in de pot speelt. Door Rian eigenlijk af te schieten. Kan je eigenlijk met Kim's theorie. Dat ze zegt van Rian verdacht Kees en Fons. Weet je eigenlijk de mop. Ja, dus eigenlijk kunnen we nu gewoon stoppen brengen. Al. Ja, eigenlijk kunnen we nu gewoon stoppen. Leuk voor het luisteren. Ja, maar echt. Ja, we kunnen stoppen eigenlijk. Want ja, maar oprecht. Dit is echt een kloppende theorie. Hier kun je niet omheen. Hier zit geen hint in. Dit is gewoon wat je ziet in beeld. Als je goed oplet met deze opdracht. In de combinatie met test en de verdenkingen. Ik was ook deed aan het bedenken samen met mijn vader. En toen moesten we nog even aan gisteravond denken. Want we zeiden, dit is echt hoe Daniel ook denkt. Daniel, die had het zo ook kunnen uitvogelen. Ja. Het mooie is ook, dit hele seizoen is het eigenlijk heel moeilijk geweest. Je ging van hot naar her. Ik ging van Jip naar Rian. Van Rian naar Jeroen. Van Jeroen naar Rosario. Van Rosario naar Kees. En van Kees weer naar Anna. Of wie heb je niet gegeten?
Op wie heb ik inderdaad niet gezeten. Ja, dat is heel bizar. En nu zitten we in aflevering 8. En eigenlijk weten we het allemaal gewoon zeker. Het is Anna. Ja. Ja. Dit ja, is maar... ook voor het eerst, hè, dat we het met z'n allen eens zijn. Ja. Ja, dus wel... want vorig jaar waren de verhoudingen anders. Drie dit Daniel, één Jurre. Ja, welke hint ze nou ook spelen. Kijk, want ik vind die hint naar Kees vind ik ook nou weer goed. Dat is dat Kees de kaarthuis aflegt met de Maya-tempelkaart. En de kaarten worden gestapeld in een Maya-tempelvorm. En in de kaarten zie je een M. Dus ja, leg de mol hier, de Maya-kaarten, het Maya-symbool, ja, het kaarthuis mee uit, af of zoiets. Ja. Dat is iemand dat gedeeld. En wat voor ons had ook de M al staan en had de belkaart in zijn hand, op zijn kop. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel van die kleine cryptische aanwijzingen. En dan kijk je weer naar hints. Dat kan wijzen naar de mol. Maar het kunnen ook twee dwalingen zijn. Dat het leuke shots zijn van de makers. We brengen dit in beeld om nog heel even Fons en Kees even een zetje bij te geven. Van verdenken jullie Kees en Fons maar. Want met de theorie die we nou net bekeken, zie je hier wel de makers trucje. Het kan Kees ook. Maar ik denk persoonlijk dat... want de kandidaten zelf zorgen ervoor dat die kaarten, zeg maar, in een kaartenhuis komen. En ik denk dat de kandidaten gewoon... Stel je bent een kandidaat, je komt daarheen. Dan maakt het jou denk ik niet heel veel uit welke kaart je waar neerzet in het kaartenhuis. Dus het kan ook gewoon toeval zijn natuurlijk. Maar inderdaad wat je zegt over de makers die dat in beeld brengen, het kan. Of er waren... makers natuurlijk. Ja, maar je moet natuurlijk ook kijken. Je moet ook zo kijken. Het kan ook zijn dat er niet genoeg shots zijn. En dat sowieso dit in een montage moet komen. Want ja, je hebt misschien drie shots of zo van Kees die een kaarthuis maakt. Dat is een voorbeeld. Mm-hmm. En twee van die shots, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Dus dan moet dat ene shot er wel in. Dus ja, dat. Ja, eerder wat ik zit te denken is dat de makers dit echt nou, hier kan je de makers zien hoe ze een beetje spelen met hints. En hoe ze je een beetje op een dwaalspoor proberen te brengen. Want waar, met de theorie die we net hebben gevonden, kan Fons en kan Kees eigenlijk niet de mol zijn. Dus, maar je ziet wel duidelijk die hint. Mm-hmm. Als je dan kijkt, zie je daar wel echt die Maya-tempelkaart. Je ziet wel echt die belkaart op de kop. Waarom laten ze dat zien? In die vorm van de M, ze weten van oké, er zijn wel loten die vallen hierover. Om nog heel even dat setje bij te geven om jou in die volstelling te trekken, denk ik. En hier zie je de makershand. Dat bedoel ik er eigenlijk meer mee. Ongeacht dat het ook een kan zijn. Ik snap wat, zeg maar, wat zeg maar ook gewoon nu best wel duidelijk in beeld is gekomen, zeg maar. Het is maar hoe je het gaat opvatten natuurlijk. Maar dat met Rosario, toen Rosario bij Rick kwam staan van... ja, ben je te vertrouwen? Toen zei Rosario nee. En toen zei Rick nee, hè? Nou, dat kun je natuurlijk dan zien alsof hij de mol is. Maar ik denk dat het dan op dit punt gaat over dat hij achterhoudt dat hij de testvraag van de finale heeft gezien. Ja. En dat Rick zo zeg maar bedoelt van, ja, op die manier ben je niet te vertrouwen. Aangezien bij de groep is er nog een grote vraag, ja, wie was de tweede persoon die de testvraag heeft gezien? En dat houdt Rosario dan voor zichzelf. Waardoor hij dus niet te vertrouwen is. Ja, klopt. Precies. Klopt. Hele goeie, hele goeie. ja. Voor mij... Wie vonden jullie het verdachte bij deze opdracht dan? Wat zou wat de wil je doen? Ja, ik denk dan toch wel Anna eigenlijk. Aangezien die was best wel veel aan het sturen. Telkens van jij en jij gaan voor jokers. Dan gaat die voor het geld. En uiteindelijk, ja, hoe ze ook bij Rosario kwam dan met 1000 euro van, joh, ik heb geld, schiet me niet af. En dan zo lachen, zeg maar, ja, tuurlijk. Ja, vertel verder. Vertel verder. Tuurlijk is dat dan verdacht natuurlijk om er zo bij te lachen van, ja, schiet me eigenlijk maar af, want ik heb geld. Mm-hmm. Ja, ik vond dat wel opvallend uiteindelijk, zeg maar. Nou moet ik zelf zeggen dat ik... op een of andere manier, ook al in de Mol België in deze opdracht, soort gelijke opdracht, was de mol sowieso niet degene met de uitgangspositie. Maar wat nou als Rosario juist heel weinig zichzelf verdacht heeft gemaakt in de afgelopen afleveringen,
behalve die min 3000 euro. Dat hij daardoor het vertrouwen van de groep heeft gekregen. Bijvoorbeeld dat de groep zegt, Rosario is echt niet de mol, kan niet. Rosario is niet de mol. En dat ze allemaal Rosario het, hoe heet het, het minst wantrouwen. En dat daardoor Rosario een soort sleutelpositie heeft gekregen en gewoon iedereen kan afknallen. Er zitten heel veel moeilijke dingen aan, want ja, je moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat elke kandidaat zegt dat jij te vertrouwen bent. Ja, maar ja, je moet natuurlijk ook de afleveringen, daarvoor moet je ook gewoon mollen. Zeker, zeker. Maar stel je zou er als mol staan, dan knal je toch iedereen af. Ja. Als kandidaat ook, want zeker uit de joker. Ja, precies. Ja, maar... Dan zeg jij iets heel moeilijks, Kim. Ik probeer eventjes Rosario toch nog verdacht te maken. Ook al lukt het niet. Het lukt niet om Rosario verdacht te maken. Maar... Hoe wil je nou Rosario verdacht maken als je 2000 euro in de pot speelt? Ja, maar daar... Stop. Over dat moment. Rosario baalt. Op het moment dat Rian aankomt lopen, baalt Rosario. Want Rosario heeft opgeschreven dat die Rian... als een van de meesten vertrouwd. Dus eigenlijk kan hij er dus eigenlijk Lydia Recta niet voor zorgen dat hij Rian af kan schieten. Dus stel nou... Nee. Ik wel, ja. Geen excuses als mol. Dit is een excuses. Je schiet gewoon die 2000 euro de pot uit. Ja. Maar als mol zou je dat doen, Tim. Ongeacht of iemand vertrouwt of niet. Weet 2000 euro voor jou. Maar er zijn luisteraars die nog op een Rosario zitten. Arjan, er zijn luisteraars. Maar hoeveel mensen hebben wij geskipt voor 500 euro? En dan zou 2000 euro in de pot komen. Ja, dat vind ik een enorm bedrag dat Rosario nog de mol kan zijn. Ja. Ik echt en aflevering. Ik denk persoonlijk dat doordat... ik denk dat Rian tijdens de test op Rosario is gegaan. Dat denk ik persoonlijk. Nee, ze is op twee mensen gegaan. Oh, ze is op twee mensen gegaan. Ja, vergeet dat. Ik probeer gewoon Rosario verdacht te maken, jongens. Ja, sorry. Maar het kan niet. Het kan niet. Het is gewoon Anna. Rosario kan niet verdacht zijn. Ja. Hij was deze aflevering wel echt heel verdacht, trouwens. Maar we gaan door, jongens. We gaan door. Ja, het enige wat ik nog eventjes wil delen, als het kan. Ja, die twee punten op zijn kreeg ik door iemand toegestuurd en hij zei van Rosario heeft een getal 22 op zijn arm. En daar ben ik toen naar gaan kijken en hij zei 22 kaarten zitten er in de tarotkaarten. En heb ik nagecheckt, dat klopt. Er zitten 22 symbolen in de tarotkaarten. En hij heeft de cijfer 22 op zijn arm. Kan een leuke verwijzing naar Rosario zijn, dus alsjeblieft voor de mensen in de Rosario tunnel. Nou is die niet heel sterk, Arjan, maar... Ja, sorry. Dat is het enige. Ik zit in de Anna-tunnel, dus ik denk het maar. Ik denk dat heel Nederland in de Anna-tunnel zit, maar daarover gesproken. We gaan naar opdracht 2. Opdracht 2 heb ik het minst van begrepen in de hele aflevering. Omdat het natuurlijk heel rumoerig was. Het was heel rumoerig bij Moltalk in de studio. Op een gegeven moment moest Sahil ineens achterover leunen en kreeg hij een makeover of zo. Er is een make-up werd bijgewerkt. Precies. Toen ging er nog zo'n vrouw zo voor mijn neus staan. Nou, leuk. Opdracht 2. Bootjes. Fonds in zijn onderbroek. En borden die opgevist moesten worden. Het was echt legit Fonds in zijn onderbroek. Maar goed, we gaan het hier niet over hebben. Huh? 55 geworden waren het toch? Even dat nog even aanhalen. Het getal 55. Weer een spiegelgetal. 55 woorden, ja. Ja, 55 woorden. Oh, ja. Weer een spiegelgetal. Ik had dat gelijk opgeschreven bij Motto. Ja. Spiegels. Overal zijn spiegels. Anna is ook een spiegel. Ja, opgelost. Ja, Mon Levy zei het ook al. Hij heeft een heel ding op zijn Insta gezet waar allemaal spiegelbeelden in te zien zijn. Ja, je hebt ook bij de test van deze aflevering, als Rosario zijn joker neerlegt, dat je weer een soort spiegel hebt. Ja. Dus mocht je op Rosario zitten.
Maar dat heb je ook bij andere kanten. Dat had je volgens mij ook bij Fons dit jaar. Ja, je, ja, en bij Kees. Dus op zich. Ja, maar goed, opdracht 2 dus. Het grootste wat hier opvalt is dat het tweede bord met mol ineens weg is. Ja. Nou heeft de Telegraaf gezegd dat blijkbaar Fons die had weggemold. In zijn onderbroek. In zijn onderbroek. Nou denk ik dat we in de montage... Nou denk ik dat wij in de montage niet gezien hebben wat uiteindelijk met het bord gebeurd is die Rian op heeft gevist. Want zij zeggen uiteindelijk dat er nog een bord is gevallen uit de boot. Dat zou natuurlijk heel goed dat bord met mol zijn. En dat Anna vervolgens, die we horen, praten van goh, we hebben mol gevonden. Dat uiteindelijk Anna toch in haar bootje het tweede bord van mol heeft opgevist. Maar dat is hoe ik er naar kijk. Hebben jullie nog ideeën? En je hebt ook... Je had boek hing er natuurlijk. Chaos naar je boek of zo had Fons op een gegeven moment hangen. En als je goed kijkt naar het kaartje waar boek op staat, dan zie je dat er nog een extra puntje onder zit. Alsof het zeg maar twee papiertjes zeg maar net niet netjes achter elkaar hangen. Hmm. Dus het zou kunnen dat die daar achter hangt. Dus dat zou Fons weer verdacht maken. Ja, maar willen we Fons verdacht hebben? Ik denk het niet, maar ik denk dat de mensen die in de Fons-tunnel zitten wel echt heel erg blij zijn met deze hint. Maar wat de Telegraaf heeft gedeeld, dat hij onder het shirt zat, dat vond ik wel weer leuk. Wel. Stel, hij is de mol leuk. En je hebt dat woordje de mol daaronder jouw shirt zitten. Ja, dat zou ik wel stoer vinden. Hoor. Maar ja, kijk, weet je wat ik zeg? We zien een groot gedeelte niet. Ik heb in mijn beleving gehoord dat Anna riep, we hebben een mol gevonden. Ja. In een soort voice-overtje. En dat hebben we uiteindelijk niet gezien. Dus het kan zomaar zijn dat Anna ook het woordje mol heeft gevonden. Het tweede woordje mol. Ja. En het uiteindelijk Rian en Rosario het woordje hebben laten vallen in het water. Of dat Anna uiteindelijk dat woordje heeft laten vallen in het water. Het is maar hoe de makers het in beeld brengen. En als ze Anna in beeld hadden gebracht met het woordje mol en dat woordje was gevallen, ja, dan was het natuurlijk veel duidelijker geweest als we dat hadden gezien. Maar ja. Bij mol dat was denk ik... Met, iets over die woordjes hè, in het water. Mm-hmm. Kees was natuurlijk ook 2 keer in het water. Hè? Klopt. En dat vond ik wel weer leuk bij Sim in zijn video. En ook Anna en Kees zag je nog heel even zwemmend in het water. Dus ja, is één van hun tweede mol. Ja, Anna. Ja. Dat zijn wel van die hele leuke montagetrucjes om een verwijzing te geven. Want je had 2 keer het woordje de mol in het water. Nou, één van die 2. Leuk, leuk, ja. Leuk. Dinant? Ja, bij Moltak had je ook zo'n overzichtje als het goed is met welk duo welke woorden hadden. Ja, klopt. En dan zag je dat Anna en Kees hadden heel veel woorden en Rian en Rosario hadden er heel erg weinig. Die hadden er maar 4 of zo. Mm-hmm. Ja, en daarom denk ik dat je juist in het bootje van Anna heel makkelijk gewoon een woord kan laten vallen of zo, of weg kan mollen. Nou ja, niet. Ja, ik denk gewoon dat je heel veel woorden wilt, zodat er heel veel woorden overhouden. Oh zo, ja, dat dus, kan ook heel. Ja, ik vind trouwens wel min 100 per woord, vind ik wel heel veel, als je 30 per woord kan verdienen. Ja, er is heel veel min geld in dit seizoen. Is toch al laag. Wat maakt het nog uit? Dan ik denk... Om jou nog even te helpen, Tim, in je semi-soort tunnel. Soor is min 250. Oh, jongens, we zijn eruit. Het is niet Rosario. Wow. Nee, nee, maar Kim, mijn semi-tunnel is niet Rosario. Ik heb geen semi-tunnel. Het is meer dat ik gewoon wil opkomen voor de mensen. Jouw hele video. Na jouw video zit jij gewoon in een semi-soort tunnel. Maar het is gezellig, want ik heb ook nog 1 punt op Soor staan. Ik mag hem niet loslaten. Mag van hem persoonlijk ook niet. Natuurlijk wel. Ja, gewoon doen. Nee, hij vond het heel schattig namelijk dat ik al mijn punten bijna op Anna had gezet, maar echt 1000 maar op hem. Het zei ik, ja, maar kan je niet loslaten als mol? En moet je deze aflevering punten op mij inzetten? Hè? Ik weet niet of ik dat kan, want ik wil eigenlijk al in op Anna. Hij zegt, je moet punten op mij inzetten. Dus nu heb ik al mijn punten op Anna gezet, behalve 1 die staat op Soor. Maar ik denk dat Soor gaat afvallen. Ja, nee. Nou, dan ben ik 1 punt kwijt. Daar kan ik mee leven. Ja, het zou heel goed kunnen. Ik denk dat Anna, Fons en Kees in de finale komen. Dat denk ik ook.
ik weet niet eens of er wel nog een afvaller komt. Want volgende week gaan ze finale test maken. Ja, maar, nou zat ik daar dus mee. Ja, over die geen afvallers. Ik zat dus gisteren te editen. En ik zag, ik heb altijd zo'n template van aflevering 7 hints. Zo'n soort Wie is de Mol introotje. En er stond aflevering 7. En toen dacht ik, welke aflevering is dit nou? Is het 8 of is dit 7? Want ik heb ook serieus dingen opgenomen bij Vondel CS. En dit zijn de hints van aflevering 7. Maar dit is aflevering 8. Dat, oh. Ik zat echt, nou, ik zat echt in mijn hoofd met het is aflevering 7. Want er zitten nog zoveel kandidaten in het spel. Dat kan helemaal niet. Maar goed, er kunnen dingen gaan gebeuren. Ik denk dat Kees af gaat vallen. Door wat gisteren, hè? Ja. Ja. Ik hou die regie nog steeds in mijn hoofd. Mm-hmm. Weet je waarom, hè? Weet je waarom ook? Kees heeft geluk gehad, deze aflevering. Omdat de mol volgens ons een vrouw is, toch? Mm-hmm. Ja. En Kees zit op Rian. Mm-hmm. En op wie zat Rian? Op een man. Op een man. Mm-hmm. Dus welke vraag heeft Kees sowieso al goed? Die vraag. Dus Kees heeft misschien al eens heel veel geluk gehad. Ja. En dat hij het net niet haalt. Net voor de finale eraf gaat. En dan staan Fons, Rosario en Anna in de finale. Maar dan moet het dus eigenlijk gewoon Anna zijn. Want de enige vrouw in het spel is Anna. Ja, maar daar gaan we toch vanuit. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit, toch? Ook na 8 weken achter dat Anna het is. Hé, hey, zou leuk zijn. Ja. En toch, Arjan. Toch, Arjan. Rosario zit voor. Sorry. Fons zit vol op Anna en Rosario zit vol op Anna. Mm-hmm. Dat zag je in de opdracht ook, want hij schoot Anna gelijk af. Zonder enig blik op lozen dat Anna nog de kans kreeg. Want Rosario had al in zijn hoofd, ik ga Anna afschieten. Ja. Ja. Klopt, ja. Ja. En hij liet Fons nog even de Macarena dansen. Hoe leuk zou het geweest zijn als Sor dat ook bij Anna had gedaan. En ook bij Ja, dat zou heel leuk geweest. Gewoon naast elkaar zetten, mooi bij elkaar. Nee, leuk. Nee, maar wij denken heel logisch. Anna is gewoon de mol. Ja, ook wat ze nou in die bootjes, wat mij nog bijstaat, is wat zou de mol daar nou doen? Ik denk wat Anna doet. Net doet of dat je het niet hoort, of dat je met een Kees in een bootje zit, dat je lidwoorden nodig hebt. En dan, ja, roepen. En in de tussentijd haal je maar het enige woord naar het andere woord wat onmogelijk is om een woord een zin mee te maken. En dan hou je altijd woorden over waardoor er geen geld in komt. En dan zag je Anna ook tijdens dat dat bekend werd gemaakt, dat ze weer heel even dat lachje heeft. Ik heb er een tijdje overheen gekeken, maar dat is zo'n mollenlachje, weet je wel. Van een mol die geniet van, zo, heb ik jullie even weer terug. Is maar 80 euro. Dat. Ja. En dat zie ik nou echt bij Anna. Ze geniet steeds meer en ze gaat steeds meer uit de comfortzone. Ze durft ook steeds meer wat dingen bloot te geven in die onderrondjes. Je ziet echt dat ze de mol is. Nu dat je er naar kijkt. En wat ook bij dat die tweede zin was goed gerekend, dat vond ze niet zo leuk. Nee, dat vond ze niet leuk. Nee, klopt. Nee, helemaal waar. Helemaal waar. En om Fons gelijk even af te strepen voor de mensen die nog steeds Fons verdenken en die dat niet meer moeten gaan doen, maar gewoon op Anna gaan. Fons die maakte er nog best wel een goede zin van. De beste zin die hij kon maken van de woorden die er waren. Dus op zich, pet je af voor Fons. Dat hij het toch nog even goed heeft geprobeerd. Ja. En natuurlijk dat hij riep van, joh, ik wil geen lidwoorden meer. Klopt. Want hij had dus ook een lidwoorden. Ja, heel anti-mos. Heel anti-mos. Als mol zijn, dan zou je dat toch gewoon laten gebeuren van, joh, breng maar af. Ja, tuurlijk. Als mol ga je er überhaupt niks mee doen. Zorg je er misschien een beetje voor van, breng zoveel mogelijk woorden. Kom op, we hebben woorden nodig. Maar goed. Zullen we even verder gaan? Want we hebben geen opdracht 3. Nee. Helaas. Waar is opdracht 3? Nee. Ik heb memo's. Ja, jongens, we houden van de memo's. We houden van molloten die wat inbrengen in de podcast. Dat kan exact nog 2 keer. 2 podcastafleveringen zijn er nog maar hierna. En daarna zijn we alweer klaar. En we hebben eerst een theorie van, ja, maar niet iedereen in Nederland kijkt ook België.
Ja, maar dan moet iedereen in Nederland moet België kijken. Ja. Iedereen in Nederland gaat vanaf nu België kijken. Maar we gaan eerst even luisteren naar een theorie van Fiorenza. Die heeft namelijk, wat ze zegt, de master hint van het seizoen gevonden. Zo. Heel nieuwd. We moeten hem even met z'n allen tegelijkertijd starten. Dus als iedereen, als ik aftel, zetten we hem aan. Oké? Oh, wacht even. 2, 1, nu. Oké, ik ga hem alvast inspreken. Ik weet niet of je kan luisteren, maar ik hoop het wel. Rosario dus. Aflevering 1. Het moment waar de mol op het feest was en handjes ging geven en zo. De mol was daar en de mol keek daar. Rosario had in deze aflevering zijn haar ingevlochten naar achteren. En dit zag er nog best oké uit. Oftewel, je zou dus kunnen aannemen dat het makkelijk is om dit nog even te laten zitten. Maar als je dan gaat kijken naar hoe snel dit eruit was, want dit was in de tweede aflevering er alweer uitgehaald. Je zou over het eerste kapsel, dus waar het zit ingevlochten, makkelijk een bruik kunnen doen. Dus dit is de hint die ik heb begrepen. Dat Rosario een bruik op heeft gehad bij het feest. En dat daardoor zijn haar dus eerst vast zat en daarna gewoon losging. Ik hoop dat je er iets mee kan. Ik hoop ook dat je hem nog niet gehoord hebt. Want dat zou natuurlijk nog veel leuker zijn. Ja, dat is hem. Oké. Ja. Wat vonden jullie hiervan? Een nieuwe hint, inderdaad. Ja? Ja. Nee. Oh, wij zien het komen. Maar hij is niet nieuw. Van Dien heeft hem ook gezien, heeft deze gedeeld. Ja. In de dus Fiorenza. Fiorenza is hier aan het stelen. Oh, sorry. Ja. Nee hoor, misschien heeft zij het gewoon ook gezien, hè, Tim? Ja, dat kan heel goed. Een link aan gedacht. En als meer mensen opvalt. Ja, iedereen kan het opvallen op zijn manier. Kijk maar, net als gisteren. Sien deelt het nou dan in zijn video over die kaarten. Maar ik zei het gisteren bij Moltak tegen jou. Let maar op, er zit een hint in met dat logootje. Kijk, en dat is het. Je ziet toch met z'n allen een hint. En dan blijf ik en we werken er met z'n allen uit. En soms maken we hem nog mooier als dat iemand hem vindt. En dat vind ik zo mooi aan Wie is de Mol. Dus haar kijk is ook leuk. En ik vind het leuk. Hè? Ik vind het ook een leuke hint naar Rosario. Ja, zeker. Zeker. Het is een mogelijke idee. En om even bij Rosario te blijven. Daarvoor moet ik heel eventjes Belinda Sacco even een promotie geven. Die stuurde mij namelijk een best wel goede theorie. Ze zegt, hoi Tim, wat leuk dat jullie in de studio zijn geweest. Dankjewel Belinda, dankjewel. Mij was weer iets opgevallen in de uitzending gisteren. Rick zegt, kandidaat Fons, wordt door jullie het minste vertrouwd. Zegt Rick hier letterlijk dat Fons een kandidaat is? Ook is mij iets opgevallen in het molboekje waar ik wat Photoshop op heb toegepast. Deze foto in het molboekje... ik had het idee... Ja, nou, dan ga ik deze foto ga ik eens even laten zien. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Deze foto, kun je het een beetje goed zien? Wacht even. Ik heb iets in beeld. Doorsturen. 3 seconden. Je beeld. Ja? Ja? Die foto? Ja? Ja? Ik zie niks. Ah, Gio. Ik stuur hem wel eventjes... Ik stuur hem even in de groepsapp. Dan kunnen jullie hem even bekijken. Moeten jullie even 3 seconden geduld hebben. Maar die gesminkte gezichten gaat dat om, toch? Ja, het gaat om die gesminkte gezichten in een molboekje, inderdaad. Ja. Ja. Okay. Ik zal hem eens even doorsturen in de groepsapp, zodat jullie hem wat makkelijker kunnen bekijken. Komt-ie? Oké. Okay. Ja. Ja. Deze voor dit molboekje. Ik had het idee dat de meest rechter wel eens Dennis Wening kan zijn. Dan zou ik van de middelste denken dat het Rick is en dan zou links de mol moeten zijn. Dat zijn die drie naast elkaar. Ja. Dan heeft ze wat Photoshop-werk gedaan.
En die foto's zou ik ook even sturen. En voor de luisteraars en kijkers, ik zal de foto sowieso op mijn Instagram gooien. Dan zien we dus Dennis Wening, Rick van der Westerlaken en aan het einde degene die het meest op Anna lijkt. Wauw. Oh. Wat hoop ik dat dit klopt. Ja, die Dennis kan ik wel zien. Ik heb even het molboekje voor me, hoor. Ja, en kijk, het zou natuurlijk heel logisch zijn dat Dennis Wening dat is. Ik zie Anna zie ik alleen niet. Nee, ik vind die inderdaad heel moeilijk. Het kan ook gewoon een productielid zijn. Of Rick lijkt ook niet, vind ik. Kijk, dat je Dennis erin ziet, snap ik nog wel. Maar die andere twee, sorry, ik zie het echt niet. Ik vind het een leuk idee. Het zou leuk zijn. Maar ik vind het zou heel vet zijn. Ja, hebben we allemaal de mol in handen gehad eigenlijk. Ja, dat was de kandidaat in aflevering 1. Ja, Anne heeft voor mijn gevoel niet zo'n rond hoofd of zo. Nee. Het lijkt een heel rond hoofd. Maar ja, dat kan gesminkt zijn. Nou, ga ik iets anders zeggen. Rick was gesminkt, maar die foto is openbaar gemaakt. Dus je kan Rick zien hoe die eruit zag toen hij gesminkt was. En dan zag er anders uit als dit. Nee, maar kan ook gewoon het eerste laagje zijn. Maar daarom ook eens gesminkt, ja. Eén tegelijk. Dat is waar we mee bezig, Tim. Nee, Gio was aan het praten. Ja, dat klopt. Oh. Sorry, Arjan. Sorry, Gio. Gio, ga verder met je verhaal. Wat zou ik zeggen? Oh, je hebt weer een bedankje. Oh, sorry hoor. Niet voorzichtig. Nee, oké. Nee, ik zei van, nou, het kan ook gewoon zo'n laagje zijn of zo. Zo'n laagje make-up eerst, dat daarna verder gesminkt was. Want, goeie. Ja, weet je niet, zag je niet zo uit zoals de rest eruit zag, natuurlijk. Dus het zou ik natuurlijk heb, kunnen dat... Ik heb Rick gevonden. Ja. Ja. Hij ziet er niet een laag, hij ziet er niet een laagje gesminkt uit, maar hij ziet er wel flink gesminkt uit. Dat is deze foto. Ja. Precies. Oh, ja. En dat ziet er ook anders uit als die foto die je daar in het molboekje ziet. Ja, best wel anders inderdaad. Het was wel leuk geweest. Ja, het was in ieder geval heel leuk geweest. Ja. Belinda, bedankt. Even hierop ingehaakt. Heb je al wel meegekregen dat Sim ook iets leuks heeft gevonden in de Lidl? Nee. Die heeft dat shot van die gemaskerde gasten. Die komen heel even in beeld. En dan als je heel erg vertraagd doet, dan zie je een heel klein wazige schim. En dan zie je ook iemand die gesminkt is. Maar dan moet je echt heel op de miniseconde stopzetten. En dan zie je heel even in het, ja, in een beetje een schim, zie je een soort gesminkt iemand. Dat kan wel eens de mol zijn. Maar je kan er niet van weten. Dus ik wens degene die kunnen photoshoppen heel veel plezier. Maar ik zie daar heel graag een mooie foto van. En leuk. Is dat ook op het moment, want in de lieden hebben we bij elke naam hoor je een effectje. En dat hoor je in de lieden nu één keer extra. Is dat ook op dat moment? Dat je gezicht even snel ziet skippen zo. Ja, maar Dinant heeft het... Die skipt weg. Maar Dinant heeft het over die prr. Dinant heeft het over die prr. Weet je wel, die trr. Ja. Maar, ja. Ja. Om daar heel even logisch op te reageren. Als jij Oratio opzoekt van Hugo Varel, Hugo, zoiets. En je luistert het nummer, dan hoor je sowieso die prs overal al zitten. Dus ik vind dit niet per se... misschien is het gewoon een productiefoutje, montagefoutje geweest, als ze dat prutje per ongeluk niet hebben verwijderd. Want je hoort in dat hele nummer, als je hem helemaal luistert, dan hoor je overal die prs zitten. En dat zijn er meer dan 10. Dus... Ik denk persoonlijk dat het niks is. Ik ga dat stukje in de lieder even terugkijken. Daarom hoop ik dat iemand goed kan photoshoppen en dat stukje eruit kan halen. Maar ik zag, en nou schrik niet, ik heb toch die spier gedeeld van die ene gast die zijn spier aan Anna gaf en de hand aan die gast, aan Jip gaf. Ja. Het is die persoon. Oh. Maar... Wat ik eruit haal voor mijn eerste blik. Maar daarom, iemand die goed kan photoshoppen, kijk daar even naar. Want die persoon is ook heel even een klein beetje in beeld.
En dan kan je die foto vergelijken. En dan vind ik het wel verdacht dat die persoon daar staat. En dan kan Fons wel eens de mol zijn. Ja, ja. Ja. Als die maar het is Anna. Het is Anna, Arjan. Het is ja, Anna. Maar ik vond het heel verdacht. Dat die... hij kwam mij bekend voor. Toen ik het bij Jim in de video zag. Ja. Ik denk, dat is die persoon volgens mij waar ik die spier van een paar keer screenshot heb gemaakt. En ik vind die huiskleur gewoon verdacht. En ik heb Fons nou in het echt gezien. Hij is gewoon iemand met een heel licht pigment. Mm-hmm. Dus ja, dat valt wel op als hij daar gesminkt staat. Stel, hij is de mol. Ja, zeker waar. Leuk, leuk, leuk. Hey, we hebben nog een memo. En dat is van ik die twee moloten heb geïnterviewd tijdens Moltalk. Ik heb twee dames geïnterviewd en gevraagd naar wie hun mollen zijn en waarom en wat ze van het seizoen vinden. Dus laten we daar even lekker naar gaan luisteren. Het staat weer in de groepsapp. En laten we hem ook weer starten met z'n allen. Tim die heeft ook een nieuwe Wie is de Mol crush ontworpen. Ja. Hoe bedoel je? Lakshmi. Nee, niet Lakshmi. Is Lakshmi Tim's crush? Ja, Tim heeft een crush op Lakshmi. Helemaal. Gisteren stond je helemaal. Ik heb de notities van Lakshmi. Kijk, de notities van Lakshmi. Ik zei het zo tegen jou, van, dat je nu een crushje. En jij zo, nee. En jouw vriend stond ernaast en hij zo, ja. Hier, kijk, hier zegt Lakshmi, waarom wacht iedereen? Vraagteken. Waarom wacht iedereen? Met wat? Geen idee. Oké, we starten hem. Ja? Ik zeg nog niet andere bedenkingen. Hey, we staan hier natuurlijk in het Vondelpark. Wie is jullie mol? Anna, denk ik. Echt waar? Ja, ik twijfel wel heel erg. Het zou ook heel goed Kees kunnen zijn. Ik weet het niet. Dus een tweesplitsing, dubbelmol misschien. Ja. En jij? Ja, ik zit op Anna. Ja, echt gewoon, ik zie zoveel hints van haar voorbij komen dat ik denk, dat moet wel. Dat moet. Maar ja, we gaan het zien. Ja. Maar zijn het alleen de hints? Of? Nou, ik heb wel het gevoel dat er toch altijd wordt laten zien op tv wat er wordt laten zien. Dus dan denk ik, kan ik eerder op hints uitgaan die andere mensen opzoeken. En dan denk ik wel echt, ja, dat is wel heel erg verdacht. Want ik vind zo'n Fons is echt gewoon verdacht op tv. En niet echt door echt feitelijke hints. Dus vandaar. Ja. Mooi, leuk. Bedankt. Ja, succes met je podcast dan. Thanks. Welke podcast? Ja, leuk hè? Anna, zeker weten. Anna, Kees en Fons. Ja. Die staan in de finale waarschijnlijk. Goed. Jongens, we dwalen helemaal af. Want we hebben het al 3 kwartier over wie de mol is. Dat is trouwens wel de bedoeling van een podcast, maar maakt niet uit. Maar we hebben alle 3 gehad, toch? Ja, zeker. We gaan nu even over naar... Wie is de mol? Nou, wie is de mol? Ik ga toch natuurlijk weer voor Anna. Maar als Anna het niet zou zijn... dan toch wel Rosario of Fons of zo. Ja, ik vond ze allebei verdacht. Maar ja, of Rosario, of Fons, of Kees. Maar één mol nou toch? Hadden we al afgesproken? Eén mol. Anna. Eén mol. Anna is Kim. En Kim? Oh, Kim. Nou, ik denk dat het niet heel moeilijk is, aangezien jullie het hele seizoen tot nu toe niet met me meegegaan zijn. Tot nu! Dus ik ben hartstikke trots op jullie allemaal. Anna Chimera. Yeah. Wie heeft mee dit? Ja, zeker. Dit jaar wel. Uiteindelijk. Nou, Gio, wie is jouw mol? Dan gaan we even vanaf het begin kijken. Opdracht 1, aflevering 1. Anna heeft geen prijsstelling gekozen. Dat doet de mol natuurlijk niet. 1.000 euro extra in de pot. Aflevering 2 van... ga je toch kijken ook waar Anna staat. Ook op de meest goede posities. Microfoon uitzetten tijdens de opdracht. In het stadion. Want bij haar deed hij het ineens niet. Dan blijft er eigenlijk alleen maar één mogelijke mol over voor mij. En dat is dan toch wel Anna. Mm-hmm. Nu jij dat zo zegt, hè. Twijfel ik over 1 opdracht. En dat is die van de bergbewandeling. Ja. Ik denk dat dat een hele vette ervaring is en je dat gewoon als mol mee wil hebben.
Zeker, alleen nu ik daar zo over nadenk, Kees... Dat zou ik jou uit die twijfel halen, bij die bergopdracht. Bij die bergopdracht, als je goed nog even nadenkt, wat werd er op het woordje mol gezegd? Het sterrenbeeld? Vissen. En wat er haalde allemaal elke keer aan in die opdracht deze? Vissen. Hmm. Dus daar had ze ook cryptisch een aanwijzing naar het woordje de mol. En ze viste natuurlijk het woordje de mol op. En ze was jarig op de dag van de mol. Ja, ja. Ja oké, okay, dat en is waar. En ze kwam aan toen ze voor werd ze afgeschoten op 6 minuten en 6-1. Ja. Maar als we nou toch nog eventjes uit een hele andere positie in een tunnel gaan kijken. En we halen toch nog even Kees erbij. En ik wil gewoon even mijn theorie uiten. Voor de mensen die nog Kees verdenken. Want ja, Kees wordt op dit moment nog steeds een beetje. Jij mag ook maar één mol noemen, hè? Jij mag ook maar één mol. Maar dat doe ik straks. Dat doe ik straks. Ik moet eerst even deze theorie. Je hebt Kees. Aflevering 1. Opdracht 2. Kees zit in het groepje. Opdracht 3 bedoel ik. Kees zit in het groep. Oh nee, hij liep achter Rian en Babs aan. Laat maar. Nee, laat maar. Jongens, we vegen het helemaal van tafel af. Arjan, wie is jouw mol? Arjan, wie is jouw mol? Anna. De dag van de mol. Dia del Topo. Daar begon het mee. Mm-hmm. 6-1. Happy birthday. Ballon die daar hangt. Anna, die. Wat de vader van Kim ook mooi uitlegde. En waar ik zelf ook overheen heb gekeken. Die vrijstelling. Ze had geen andere manier. Ze kon alleen maar de ideale kandidaat spelen. Dit was de ideale move van de mol. Ongeacht dat het 6.000 euro kostte. Maar ze was wel gelijk een stuk minder verdacht in de groep. Mm. Door mee te gaan met het plan van Jip uiteindelijk. Ja. En dan zelf met de credits proberen te lopen. Dat geeft mij wel aan dat Anna de mol is. Dat is een heel duidelijk signalement. En dan met alle hints die we nou al hebben gevonden. Ik ga ze dan wel opnoemen. Mm-hmm. Bekijk ze, luister de brug. Maar ja, Anna Schoenbrer is de mol. Je zegt het achteruit. Nog steeds is Anna de mol. Ja. Ja, en gespiegeld. Alles. Ik sluit me erbij aan trouwens. Iedereen die denkt, na de video en na deze podcast, dat ik op Rosario zit. Jongens, ik ga jullie allemaal teleurstellen. Ik zit zeg maar op Anna. Nog steeds. Ook in die video van gisteren. En ook in de podcast van net. Ik zit gewoon op Anna. Dus ja. Maar er is nou in ieder geval meer te vinden naar Rosario op dit moment dan naar Anna in de vorige aflevering. Vind ik persoonlijk. Dus vandaar dat er meer Rosario hints in zaten. Misschien zijn wij wel de mollen. Misschien zorgen wij, molloten er wel voor dat het alleen maar moeilijker is om de mol te vinden. Ja, wij zijn alleen maar nep hints aan het verspreiden. Nee hoor. Nou, een groot deel is wel gewoon nep. Ja, drie kwart van eens. Ja, maar dat weet je nog niet. Nee, dat weet je nog niet. Maar ik denk het wel. Een hint is nooit nep. Er zit jawel. Alleen of die klopt is de tweede. Ja, oké, okay, het klopt. Daar gaat het. Hey, maar de hint is altijd goed. De hint is altijd goed. Welke je ook vindt. Maakt mij niet uit. Ik vind volgende week. Ja, allemaal Anna. Nou, zelfs Gio. Misschien is het wel zinvol geweest. Dan is het toch niet Anna, want Gio zit op Anna. Hé, hey, dit is echt heel oneerlijk, hè. Want ik doe ook maar mijn best, hè. En ik heb ook wel eens de mol goed geraden. Ja, maar Renomi? Ik had maar drie keer hoor trouwens. Dus drie keer al goed. Nou, sorry hoor. Renomi was best verdacht, hoor. Maar laat ik die vraag nog anders stellen, Tim. Stel, Anna is het niet. Wie verwachten jullie dan? Rosario. Rosario. Jij, Giovanni? Ik zeg dan toch wel Fons. Ja, ik ook. Weet je waar ik nog steeds mee zit, jongens? Er zijn best wel sterke hints. En er zijn twee sterke hints die ik niet over het hoofd wil zien, maar eigenlijk wel over het hoofd ga zien. Oké, wel. En dat zijn ten eerste het blauwe oog, inderdaad. Ja. De mol kijkt mee. Wie hebben er blauwe ogen op dit moment nog? Fons en Kees. Ja. En ten tweede, vind ik ook nog best wel een sterke, maar kan ook heel nep zijn. Maar dat is dat Kees echt nog steeds gewoon achter de afvaller zit en hem ook gewoon als allereerste afvaller aanraakt. Maar ja, hij heeft er één keer niet erachter gezeten, hè?
Nee, oké, okay, dus schuinachter gezeten. Precies. Maar het valt toch op. Weet je? Nee, maar en met Jeroen zat hij ernaast. Ja, ja maar okay. Dit hebben ze ook bij Moltak benoemd, hè? Ja, maar soms zitten er ook gewoon hints in Moltak die gewoon echt zijn, hoor. Het is niet zo dat Moltak alleen maar nep hints verspreidt. Nou, het meeste nep hint. Tuurlijk, het zijn het meeste nep hints, maar... Kijk eens hoe Kees is gegaan door het spel. Hij pakt iedereen toch beter. Ook een Mexicaan pakt die beet als ze gasten verwelkomen in dat restaurant. Weet ik, maar toch. Ik zie Kees echt als een knuffelbeer. Kom, hij Kees. Kees is gewoon zo. Pakt iedereen beet, gelijk uit medelijden. Ja, en voor de makers ideaal natuurlijk. Als ze dat weten. En laat het maar lekker gevonden worden. En uiteindelijk is hij de mol. En wat is het gekste wat Kees heeft gedaan? Een selfie met mijn vader gemaakt op zijn eigen telefoon. En daar hebben wij een mooie voice memo van. Ik kon dankjewel, niet meer bijkomen van het lachen. Dankjewel, holy Kim. Daar komt hij. Daar komt hij. Heerlijk. Dit weten Dinant en... Waar weet je het? En Gio, weet je dit? Is nog gewoon mijn naam vergeten, hè? Ja, sorry. Ik moest even nadenken. 4. Wacht even. Oh, wacht. Hij zat later. Kees gaat een selfie met mijn vader. Gaat Kees een selfie maken met je vader? Hey, wat gebeurde er nou? Ik ben op de foto gegaan met Kees. Voor Kees. Voor Kees. Kees wil een selfie met mij. Hey Arjan, jouw eerste gedachte is wie is de mol? Anna, nog steeds. Anna. En Pascale? Kees. Zo. Heel leuk dat dit opgenomen is, toevallig. Een backstory. Nee. Mijn vader die kent de zoon van Kees. Ah. En die vroeg of hij hier was. En Kees die zei van, oh, tegen wie, voor, zeg maar, welke naam moet ik doorgeven naar mijn zoon? Dus mijn vader zo, ja, Edwin. Hij zegt, oh wacht, maak gewoon even een foto met je. Stuur ik die door naar hem. Dus vandaar dat Kees dus een foto met mijn vader op zijn telefoon heeft. Ah, nee, maar ik vond het dus leuk dat jij daar dus over begon. Hè? Dat ik er gewoon heel mooi een bruggetje kon maken naar die voice memo. Ja. Want ik wilde, in de eerste instantie wilde ik die voice memo helemaal niet gebruiken. Maar nu jij erover begon, dacht ik, oké, let's go. Ik kwam ook thuis en ik kwam niet, nog steeds niet bij van het lachen. Ik heb echt de hele treinreis ook nog zitten lachen van, fuck. Kees heeft een foto met mijn vader. Normaal hoort het andersom. Ja, maar echt heel bizar. Nice. Ja. Jongens. Denk ik, hè? Jongens. Weet je wat heel erg is? Weet je wat echt heel erg is? Nou. Ja. Nee, niet één laatste. Nog twee. Nou. Ja, één. Eens, hè? Ja, of niet? Volgende week spreken we in ieder geval Molloot Guido. Niet Guido Verheijen, maar Molloot Guido. En dan zitten we al in aflevering 9. Oh. Ja. Gewoon door naar België. Ja, dus ja, ik vind het niet zo erg hoor, daarom zei ik al, ik vind het niet zo erg. Dan gaan we de grens over, hè? Kijk ik nog wel even. Maar Tim, ja, ik wil nog even terugkomen op die bol, hè, die bol. Die glazen bol, ja. Ja, die glazen bol. Mm-hmm. Maar wat nou als we gewoon die glazen bol eigenlijk als een aarde moeten zien? Dat kan dan natuurlijk weer slaan op Anna, die wetenschapper is en het over de aarde heeft. Dat is, maar ja, dan vind ik deze hint een soort Guus Gelukje. Ja. Om maar zo te noemen. Nou, ja. Snap je? Zie je de waarschijnlijk weer terug, hè? Maar zo'n blauw oog lijkt me te veel voor de hand liggend dan of zo. Want ik dan sterk was. Ik gewoon een keer van Jurik zat. En dat bleek het uiteindelijk ook een hint. Wat ik dan sterker vind, zijn die logootjes op de kaarten. En alles om het de rotkaarten heen. Dat kan wijzen naar natuurkunde natuurlijk. Ja, en de sterrenhemel en alles erop en eraan. En dat verwijst wel weer naar onze wetenschapper Anna. Ja, ja. Maar hoe heeft de mol mee kunnen kijken met de waarzegster op wat de kandidaat voor kaarten aanwijst? Door het misleidende blauwe oog.
Het misleidende blauwe oog. Dus de makers kiezen voor een blauw oog om andere kandidaten verdacht te maken. Om ons te misleiden. Ja, uiteindelijk is niets dus wat het lijkt. Ja. Logisch. Maar... Ja, het is over anderhalve week. Ja, maar ik zou dat niet logisch vinden. Ja, maar ja. Nou is niks logisch in Wie is de Mol, maar... Nee, niks is logisch. Nou, ik weet niet zo. Je ziet een blauwe oog. Je denkt heel snel, de mol heeft blauwe ogen. Maar uiteindelijk blijft het de mol, hè, die daar zit. Dus waarom zou de mol door zijn eigen ogen in kijken dan? Niets is wat het lijkt. Nee. Dat is... Hallo. Hallo, vader van Kim. Moeder van Kim. Ik heb mijn microfoon net samen. Heel erg dat jullie dat gewoon doorhebben. Nee, leuk. Maar hebben jullie nog het voorstukje voor volgende week gezien? Met die waarzegster. Volgende week. Waarom stond die lamp niet al aan, Kim? Dat is toch veel mooier in beeld. Ja. Niet. Dan ga je het de hele tijd vasthouden. Nee. Het staat on air. Ah ja, on air. Nice. Dinant, wat zei jij? Je had het over het voorstukje van volgende week. Ja, al drie keer of zo. Ja, in het voorstukje van volgende week zie je dat de waarzegster weer terugkomt. Hebben jullie dat bij Moltalk ook meegekregen nog? Ja? Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb toen dat hele voorstukje konden we niet zien, want ze moesten alweer opnemen. We hebben het ook thuis gekeken. Ja, ik ook. Ja. In de podcast van Wie is de Mol, officieel, hoor je ook elke week de waarzegster nog iets zeggen aan het einde. Dus ja. Wie weet gaat er nog iets mee gebeuren. Maar ik denk dat wij tot dusver wel alles hebben besproken in deze aflevering. Ja, ik denk het ook. Aflevering ook wel een beetje, hè. Dan gaan we maar even afsluiten. Goed. Hey, kijk, hier zit iedereen mee. Hallo. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van ProCast. Met weer onze geweldige crew hier zo, die hier zit. Dan wil ik nog even een shout-out doen naar Arjan van Mollejagers op Instagram. Kim Koge op YouTube. Giovanni.haak op Instagram. En WDM2024 hints op Instagram. Zo. Vergeet de lage streepjes niet. En ja. Mocht je nog meer van dit soort podcasten willen, abonneer dan zeker op mijn kanaal en op Spotify. En dan zeggen wij nog maar één ding en dat is... Doeg! Oeh! Joejoe! Laters!